Hele goedemorgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Ja, jullie zien mij nu rijden in de auto. Zullen jullie natuurlijk afvragen waarom? daar hoort het er eigenlijk niet bij, maar goed. Ik ben wel onderweg naar Juliana. En ik ben onderweg naar Juliana omdat er vandaag rommelmarkt is. En ik ben hem opgegeven om daar te helpen. Dus. En ik moest vroeg zijn, om 8:00 of 9:00. Ja, dan wordt het vooraf sporten wel wat lastiger. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb niet gesport vandaag. En vorige week heb ik niet gesport, toen was ik ziek. Ik heb die wel opgenomen. En ik ga die ook wel even een stukje invoegen. Hoe dat ik de vorige week een beetje bij lag. Dat was niet heel jovel, maar kijk maar even. Nou, ik wou zeggen een hele goede morgen. Lieve kijkers van de Stofjes. Maar zo goed is hij niet. Ik ben een beetje ziek, voel me niet zo heel erg lekker. Dus vanmorgen ook niet wezen sporten. En verkouden, een beetje rare maag. Gewoon niet fit genoeg om te gaan sporten. Dus bij deze een hele korte. Ik hoop volgende week weer een goede vlog te kunnen maken. En dan zie je volgende week weer. Ik zou zeggen tot... Er is iets kleins. Ik heb van de week wel een feestje gehad van mijn nieuwe werkgever. In Kuik, en dat was, die was goed. Die was goed. Het moment dat je op de wc staat en dan naast je de deur of in het hokje naast je hoort, waarvan je denkt van, hey, wat is dit? En dan in één keer uit een hilarisch moment voor mezelf, dat je hoort van, heel stiekem op de achtergrond. Sorry, het gaat niet. Het is te hectisch. Nou, klaar. Dat is voor mij de geslaagde avond. Dat zijn van die dingen. Maar goed, oké, maakt niet uit. Dat is gebeurd. Ik heb nog wel eens overwogen om te blijven staan. Te kijken wie er nou precies in het hokje zat. Dat heb ik niet gedaan. Maar alleen dat, maar voor de rest van het feest. Geweldig. Eind van het feest, La Fuente. Optreden geweest van een uurtje. Ook helemaal super. En voor de rest, daar wil ik het eventjes bij laten. Maar dat ene moment, dat was wel, dat was wel lachen. Lachwekkend stukje. Goed, nou in ieder geval tot de volgende week. Er is nu iets anders, maar dat komt volgende week wel. Ik zeg tot volgende week. De groetjes. Sorry. Dat het geen sport iets is. Ze is helemaal een beetje ziek. Kan gebeuren. Oké. We schuren. Komt goed. De groetjes. Tjoe. Nou. Dat was vorige week. En ik baalde daar best wel van. Dat ik niks heb kunnen doen. Maar goed. Het zij zo. Het was ook echt alleen maar die dag, tenminste dat ik zo op die manier op de bank heb gelegen. Ik weet het niet, de dag daarvoor waren we in Duitsland geweest. En er was eigenlijk niet zo heel erg veel aan de hand. S'avonds had ik het ook niet zo heel erg lekker. Ik voelde me niet top. En dat uitte zich dus uiteindelijk in de dag erop dat je ziek bent, dat je gewoon niet meer lekker bent. Nou, de hele dag behoorlijk bijgeslapen. Ik denk dat er ook een klein beetje een vermoeidheidsstukje in zat, want die donderdag daarvoor hadden we natuurlijk dat feest bij in Kuik. En ik was daar niet meer gewend om best wel wat te drinken. Oftewel dat je in bed ligt. En dan denk je zelf van, hey, wat ben ik eigenlijk? Dat had ik dus al heel lang niet meer meegemaakt. En ik ging 's morgens vroeg gewoon werken. Dus
ik heb een veel te korte nachtrust gehad, niet lekker geslapen. Vrijdagavond mijn vrouw meegeholpen bij de bar, bij de wedstrijd van Nederlands Elftal toen. Dat was ook 1:30 geworden. Zaterdagmorgen was ik ook weer vroeg wakker. Dus ik denk dat er ook een beetje een vermoeidheidsstukje in heeft gezeten. Dat gewoon op een gegeven moment even opspeelde. Maar goed, uiteindelijk, nogmaals, die zondag heb ik veel geslapen. Een beetje bijgeslapen. Toen was het kon ik maar weer gewoon gaan werken. Dus ik had daar geen last meer van. En vorige week, of afgelopen week, was het natuurlijk hartstikke mooi weer. Ik ben de hele week lekker uit de motor naar het werk geweest. Dat is ook helemaal super. Dat is ook wel fijn. En ja, dat gedoe met die files. Ja, dat is gewoon leuk dan. Als je met de motor er rustig aan. Ik moet wel zeggen, ik ben niet zo'n motorrijder die dan doorheen knalt. Maar gewoon eentje die gewoon rustig doorheen. Dat de automobilisten niet schrikken als je er in één keer voorbij komt, zo bom. Daar zijn ook gewoon regels voor. Om door een file heen te rijden met de motor. Dus ik snap sommige motorrijders gewoon niet waarom. Ja, dat schijnt dan stoer te zijn om doorheen te gaan. Maar op het moment dat dan een keer een auto een beweging maakt die zij niet verwachten, dan worden ze boos. Dan denk ik, ja, wat de hek. Jij wil er zo hard mogelijk doorheen, terwijl daar regels voor zijn. Dat het een regel is, het is geen wet, dat er een regel is dat motorrijders tussen de files door mogen rijden. Met een snelheidsverschil van plus minus 10 km per uur. Maar als een file 50 rijdt, hey, dan hoef je er niet doorheen. Dan kun je ook gewoon achter de auto blijven rijden. Dus ik heb daar een beetje een hekel aan dat soort motorrijders die er maar doorheen knallen. Denken dat ze dan in één keer de hele wereld hebben omdat zij het makkelijker door die file heen kunnen laveren. Nee, je bent en blijft nog steeds een medeweggebruiker. En dat jij het voordeel hebt bij een file, dat jij daar tussendoor kan. En dat jij dan daarin een zeg maar, soort tijdwinst kunt halen. Zo. Maar gaat het dan niet op die manier benaderen als zijnde van kijk eens wat ik kan. Ik durf wel met een hogere snelheid door die file heen te rijden. Want dat vind ik stoer. Er zijn me niks stoers aan. Dat is gewoon asociaal. Dat is gewoon asociaal. Niet meer en niet minder. Want daar staat gewoon nergens op. Zo vind ik dat eenmaal. Gewoon, als je motorrijder bent en je komt in de file, doe het gewoon rustig aan. Daar krijg je veel meer van gemaakt en meegemaakt dan wanneer je dat doet. Iedere keer als ik door de file rij, dan zie ik de mensen voor mij zo'n beetje aan de zijkant gaan. Ze ruimte voor mij maken. Dan moet ik die ruimte dan gaan benutten om dan maar zo hard mogelijk er doorheen te rijden. Nee. Duimpjes wil ik zien. Mensen die weer zeggen van, hey, top, doe je lekker. Zo van, eindelijk motorrijder bij spreken of eindelijk, nou. Een motorrijder die gewoon ook fatsoenlijk door de file heen rijdt. Die, daar heb ik veel meer schrik van dan wanneer mensen in sturen willen. Nee. Goed. Ja, zie je, het is nog niet helemaal over. Ik ben nog een beetje verkouden. En dan zit ik met dit weer, met dat regenweer, zit ik met blote armen. Maar ik heb wel een trui meegenomen. Dus, komt allemaal goed.
Komt allemaal goed. Nou, ja, dat was het dan eventjes. Een stukje. En nogmaals, vorige week ja, is het gewoon niet gelukt. Ook niet om maandag iets te doen. Even erop te zetten, dat stukje van het ziek zijn. Zeg nogmaals, ik heb het jullie het straks laten zien. Dat was de eerste keer sinds 3 jaar dat ik dit nou doe. Dat ik een zondag niks geplaatst heb. Mag het er maar ook wel een keer. Ik vind dat het toch wel een keertje moet kunnen, toch? Dus, nou goed, ik ga afsluiten. Ik zeg tot de volgende keer. Hou jullie gedijst. En ik zeg tot volgende week. De groeten. Veel plezier vandaag. En ciao.